Goedemiddag, fijn dat je kon komen. Goedemiddag, hoe kan ik je helpen? Ik heb eigenlijk een probleem. Ik wil graag een nieuwe fulltime medewerker aannemen voor bij mij in de winkel. Die vacature staat ook uit. Nou heb ik 3 sollicitanten, maar ik heb echt geen idee hoe ik dit aan moet pakken. Dus hoe ik een sollicitatiegesprek moet voeren en wat bijvoorbeeld belangrijk is bij het kiezen van de juiste kandidaat. Oké. Nou, je zegt dus dat je graag een nieuwe medewerker aanneemt voor bij jou in de winkel. Mm-hmm. Dat je al de vacature open hebt staan en dat je uit jouw sollicitanten moet gaan kiezen, maar je weet niet hoe je dat moet doen. Ja, klopt. Je wil meer informatie over het sollicitatiegesprek en waar je op moet letten. Ja, klopt. Oké, nou ik snap dat je dat moeilijk vindt. Ik ga je erbij helpen. Als eerst wil ik graag weten, stel dat jij zelf sollicitant was, wat zou jij dan belangrijk vinden aan het sollicitatiegesprek? Ik zou belangrijk vinden dat ik weet aan welke eisen ik moet voldoen. En ook hoe zo'n gesprek gaat verlopen, dus wat de structuur daarvan is, wat ik kan verwachten. Oké. Ja, dat zijn inderdaad hele belangrijke zaken, de eisen en de structuur. Mm-hmm. Het gesprek bestaat uit 3 fasen. Je hebt de introductiefase, de informatiefase en de afrondingsfase. Mm-hmm. In de introductiefase, ja, het woord zegt het al, introductie, introduceren jullie jezelf aan elkaar. Je stelt elkaar voor, babbelt een beetje. Mm-hmm. Je brengt structuur aan in het gesprek, dus je gaat vertellen hoe het gesprek eruit gaat zien. En je vertelt nog wat algemene informatie over jouw bakkerszaak. Dit duurt meestal niet langer dan 5 minuten. Oké. Daarna ga je verder naar de informatiefase, waar je echt vragen gaat stellen om erachter te komen of de kandidaat past bij je organisatie. In ieder geval kan je de STAR-methode gebruiken. Ben je hier bekend mee? Nee, nog niet. Oké, nou STAR is een afkorting voor situatie, taak, actie, resultaat en reflectie. En op deze manier kan jij competenties van kandidaten bevragen. En dan kan je dat op zo'n manier doen dat ze zeg maar geen verhaaltje kunnen liegen om zo beter over te komen. Maar op deze manier moeten ze echt de waarheid vertellen. Stel dat je de competentie stressbestendigheid wil meten, dan gaat de kandidaat dus een situatie vertellen waarin hij stressbestendig was, wat zijn taken toen waren, welke acties hij ondernam, wat het resultaat is. En dan gaat hij er ook op reflecteren, bijvoorbeeld wat hij de volgende keer anders zou gaan doen. Ja. Dit kan je dan meerdere keren doen voor meerdere competenties. Als je wil, kunnen we hier nog wel een keer mee oefenen? Daar kunnen we inderdaad nog wel een afspraak over maken. Dan wil ik je in dit geval enorm bedanken. Ik ben nu al veel meer te weten gekomen over dit gesprek en hoe ik het aan moet pakken. En bedankt. Graag gedaan. Als je nog vragen hebt, kan je altijd even contact met mij opnemen. Oké, dat is prima. Dankjewel. Graag gedaan.